Zomer 1936. Op het strand van Oostkapelle zien we een zwaaiende Anton Linse uit Vlissingen. Met zijn zoon Azing bereidt hij zich voor op een tochtje langs de kust. De familie heeft hier een strandhuisje en bij mooi weer zijn ze er vaak te vinden. Anton is geboren in 1893 en is in 1919 in Vlissingen komen wonen. Zijn vrouw Jeanne Bronswijk met zoon Azing, die is geboren in 1923. Voor in de boot, dochter Mies, die is van 1921. Anton is filmamateur in hart en nieren. De filmpjes die hij maakt, voorziet hij allemaal van titels en vertellen vaak een verhaal. In 1934 filmt hij een jaarlijks ritueel. Dat voorjaar wordt met hulp van kennissen op het Oostkappelse strand hun zomerhuisje opgebouwd. Een constructie van houten palen en schotten waarin ze de komende zomer vele aangename uren zullen doorbrengen. Het karwei zal in één dag klaar zijn. Na een flinke sopbeurt zijn ze zomerklaar en kan de vlag gehezen worden. Het huisje biedt alle comfort. Moeder Jeanne kan er iedere dag zorgen voor een warme hap. Er is ruimte genoeg voor een tafel waar ze met z'n allen van kunnen eten. Vaak komen er kennissen en familie op bezoek, zoals hier opa en oma, die dan op hun beurt meegenieten van het buitenleven. Even poseren voor de filmende Anton. Het gebeurt nogal eens dat het gezelschap de duinen overklimt voor een verkwikkende wandeling door het bos van Oostkapelle. Tijdens die vele boswandelingen zijn ze bevriend geraakt met Willem Bommelier. Die woont in het huis naast het kasteel Westhoven. De familie Linse wipt er vaak even langs en dan mogen Azing en Mies zich vermaken met de verschillende dieren van Bommelier. En als zijn muts goed staat, trakteert hij ze wel eens op een vaartocht door de slotgracht. De bezoekjes aan Bommelier beperken zich niet tot de zomer. Als het winter is en er kan geschaatst worden, dan is die slotgracht een prima plek. Anton Linse laat zien dat ze in Oostkapelle erg goed zijn in schaatsen. In volle harmonie trekken ze over het ijs. Mevrouw Bommelier bekijkt het liever vanaf de kant. In Vlissingen woont het gezin Linse aan de Kerkhoflaan, de huidige Koudekerkse weg. Mooi weer, lekker buiten en moeder Linse laat zien dat jongleren met de Diabolo al heel lang bestaat. Op zondag wordt er nog alles gewandeld. Het gezin kijkt niet op een kilometertje. Een wandeling naar Zoutelanden heen en terug is niks bijzonders. De heenweg gaat over het pad onderlangs de duinen. Daar mag, zo te zien, niet iedereen fietsen. Je moet lid zijn van de VRW. Curieus. En die is geen lid van de club waarschijnlijk. Zoals gezegd is het zondag en als ze in Zoutelanden zijn, komt juist de kerk uit. Bijna iedereen in klederdracht en dan nog eens op hun zondags. Als laatste een aantal donker geklede mannen, de ouderlingen. De terugweg gaat over de duinen. Zo nu en dan even een rustpauze. Bijna thuis, bij de Nollen. Nog volop energie voor een spelletje bij de paalhoofden. Dan wordt Paasoog getrokken door een passerend schip. Een zogenaamd weekbootje. Een vrachtschip met een wekelijkse dienst van Engeland naar het vasteland. En daar de mailboot. Ja, die Anton Linse en boten. Daar zijn we nog niet klaar mee.